Moeder en vriend wensen Lois Abbing succes voorafgaand aan de wedstrijd tegen Noorwegen. Dat kan niet anders, want de meeste leden van de familie Abbing hebben wel iets met handbal. En dus leven ze erg mee met het kanon van Oranje. Is ze zenuwachtig? Nee. Ik zei al, ben je zenuwachtig? Nee, ben ik niet. Heeft ze eigenlijk nooit. Ze is altijd heel rustig. Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is misschien wel een goede eigenschap. Heeft ze dat van de moeder? Nee, dat denk ik niet. Want ik was altijd heel druk. Ben je nu zelf zenuwachtig? Ja. Geen zenuwen dus bij de topschutter van Oranje die dit toernooi in totaal al 31 doelpunten maakte. Aanvallend is het een schotkanon en wanneer zij goed wordt gelanceerd door de anderen, ja, dan schiet ze alle ballen erin. Hoe kan dat? Ja, dat is het talent wat denk ik Lois heeft en heel hard trainen. Heeft dat ook een beetje te maken met haar nuchtere, coole manier van werken? Een Groningse? Ja, dat denk ik wel. Ze wordt niet gauw gek gemaakt en dat heeft ze gewoon geleerd, denk ik met name ook het afgelopen jaar in Duitsland. Abbing speelde op het hoogste niveau in Duitsland bij subtopper VfL Oldenburg. En bij die club was ze in haar eerste seizoen gelijk al topscorer. Ja, dat had ik zelf ook niet voor mogelijk gehouden. En ik had ook niet verwacht op zoveel speeltijd. En het heeft me wel extra geprikkeld. Kijk, in Nederland speel je natuurlijk 60 minuten en dan in het buitenland, dat is logisch, dan speel je minder. En dan moet je gewoon bewijzen in de minuten die je hebt. En dat was ook mijn doelstelling. Ja, van tevoren van ik bewijs me de minuten die ik heb en dat is heel goed uitgepakt. Ik denk dat zij in de Bundesliga een hele grote waarde gaat worden. Die stap heeft ze al gezet, maar ik denk dat zij een van de beste speelsters in Duitsland gaat worden. Iemand die daar nog wat verder vanaf zit is San Hoekstra uit Winschoten. Ook zij is belangrijk in Oranje en speelt komend seizoen in Duitsland. En dan op het ene hoogste niveau bij de club Rosengarten, vlakbij Hamburg. Dat wij om mee gaan strijden om het kampioenschap. We hebben een goed team, heel veel nieuwe speelsters erbij gehaald. En ze zeggen dat ze een beter team hebben dan vorig jaar. En ze zijn toen net gedegradeerd uit de eerste Bundesliga op 1 punt. Dus ze hebben gewoon wel een Bundesliga team. Ze kunnen er wel voor gaan. En ja, ik hoop dat we kunnen promoveren. Sanne heeft eigenlijk het hele jaar al progressie gemaakt. Heeft vorig jaar helaas het toernooi moeten missen. En dit is haar eerste grote evenement weer sinds lange tijd. Ja, en dat doet ze heel goed. Abbing scoort 10 keer tegen titelverdediger Noorwegen en zo wint Oranje ook de derde wedstrijd overtuigend met 31-25. Dus gaat Nederland eenvoudig door naar de volgende ronde. Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. Dat we alles zo dik zouden winnen, ook de Nooren niet. Hebben we toch eigenlijk best wel ruime cijfers verslaan nog. En ja, dat is echt super. Ik had verwacht dat we ook sowieso tegen Oostenrijk en Oekraïne, dat zijn toch lastige ploegen. En dat we daar zo dik overheen zouden lopen, natuurlijk wel gehoopt. En ik wist ook dat we het konden, maar ja, het moet toch allemaal maar goed lopen op zo'n EK. En dat het goed kan lopen weten de dames, aangezien de meeste van dit team vorig jaar derde werden op het WK tot 18 jaar. Maar dat biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Proberen niet daarna te kijken naar vorig jaar en dat proberen we echt los te zien van dit, omdat ja, het kan in je nadeel gaan werken. Maar we gaan, eigenlijk moeten we wel zeggen dat we voor een medaille gaan natuurlijk, maar ja, we zullen zien hoe ver we komen.
voor Abbing is er nog een hoger doel. Aangezien ze al bijna 2 jaar meedraait met het grote Oranje, heeft ze ook met dat team ambitie. We hebben ook een ploeg die steeds doorgroeit. Dus ik denk dat we daar ook nog inderdaad hele mooie dingen mee kunnen bereiken. En ja, we gaan eerst het WK spelen en daar ons gewoon proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen. Want dat is natuurlijk voor iedereen gewoon een droom. Maar eerst morgen tegen Roemenië. En dan is het te hopen voor Oranje dat Abbing ook dan het vizier weer op scherp heeft.